5, 4, 3, 2, 1. Yes, goeie avond, dames en heren, beste mensen. Welkom bij de Achterban. In samenwerking met Femnet organiseren we vanavond een informatieavond, een gesprek eigenlijk over geweld tegen vrouwen en hoe we dat stoppen in Nederland. Nog steeds komt geweld tegen vrouwen heel veel voor. Ruim 50% van de meisjes op ouder dan 50 jaar heeft te maken gehad met geweld, in welke vorm dan ook. 1 op de 10 vrouwen heeft te maken gehad met een verkrachting. En in de meeste gevallen wordt het geweld gepleegd door mannen, namelijk in 91%. En daar moeten we het over hebben. Dat geweld vaak gendergerelateerd is. En daar gaan we het uitgebreid over hebben vanavond. We gaan in gesprek met Kirsten Rechtop. Zij is expert op het gebied van het aanpakken van huiselijk geweld. En met name het geweld veroorzaakt door een partner of ex-partner. En met Oysa Akval. Zij is PhD in gendergerelateerd geweld. En ze werkt onder andere bij UN Women als coördinator van het project Safe Streets. En met Nevin was het ook. En zij is kandidaat Kamerlid voor GroenLinks en Kamerlid voor GroenLinks. En ze heeft de afgelopen jaren heel hard gevochten om gendergerelateerd geweld hoger op de agenda te zetten. En dat was nog niet zo makkelijk. Daar gaan we dadelijk alles over horen. We gaan eerst 10 minuten krijgen de kandidaten even de tijd om zichzelf voor te stellen en te vertellen wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan, op welke manier ze met dit onderwerp bezig zijn geweest. En via de Q&A kun je continu vragen stellen en die houd ik goed in de gaten en dan stel ik die direct aan de panelisten. Dus schroom niet vooral om... De webinar moet nog beginnen, je moet hem aanzetten. Oh, hoe bedoel je? Ik kom er niet in op dit moment. Oké, wacht, we hebben een probleem met de techniek. Ga naar Zoom. Oh shit. Ja. Ja. Okay. Hij is nu live. Als live. Oké, ik denk dat we opnieuw moeten beginnen. Toch? Maybe zo, ja. De livestream runde al wel, maar doe maar opnieuw. Oké, nou, we gaan gewoon helemaal opnieuw beginnen. Oké, nou, we gaan het zien. Even kijken of er nu... Yes, nu zijn er ook daadwerkelijk mensen aanwezig. Ah, super. Kijk, nou, welkom allemaal. Iedereen komt binnen. Oh, kijk, nu komen de mensen binnen. Fantastisch. Nou, we waren al stiekem begonnen. Ik had dit nog nooit gedaan met de webinar. Dus we wachten gewoon even tot iedereen binnenstroomt. En dan gaan we gewoon nog een keer opnieuw beginnen. Yes. Ja. Nou, we gaan gewoon van start en dan komt de rest volgt eigenlijk vanzelf. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Achterban. We gaan het vanavond hebben over geweld tegen vrouwen en hoe we dat voorkomen in Nederland. We hebben 3 panelisten, Kirsten, Oysa en Nevin. Zij zijn alle 3 expert op het gebied van de aanpak van geweld. Kirsten gaat vooral vertellen over het aanpak van huiselijk geweld. En met name gericht op de aanpak van geweld vanuit partners en ex-partners. Oysa is een PhD in gendergerelateerd geweld en werkt bij UN Women als coördinator aan het project Safe Streets. En Nevin is ons Kamerlid GroenLinks en staat nu ook weer op de kandidatenlijst en heeft de afgelopen jaren heel hard gevochten om gendergerelateerd geweld hoger op de agenda te krijgen. En daar gaat ze ons vanavond alles over vertellen. Kirsten, mag ik bij jou beginnen? Dan gaan we een 10 minuten introductie doen. Ondertussen kunnen mensen via de Q&A vragen stellen. En ik houd die continu in de gaten, zodat ze direct bij de panelisten terechtkomen. En ook echt veel interactie hebben met elkaar. Kirsten, wat doe je allemaal in het dagelijks leven? En op welke manier ben jij bezig met de aanpak van huiselijk geweld? Van oorsprong ben ik maatschappelijk werker. En daar heb ik een heel aantal jaren gewerkt. En toen kwam ik in aanraking met huiselijk geweld. En vond het verschrikkelijk lastig om daarover met mensen echt in gesprek te komen. Ik wist ook niet zo goed wat ik moest zeggen of doen. Maar ja, als maatschappelijk werker ben ik toch wel... vind ik dat ik moreel verantwoordelijk ben voor het werk wat ik doe. En dan moet ik mijn best doen om ervoor te zorgen dat iedereen de hulp krijgt die verdient en nodig heeft. Dus ik ben me daarin in dit onderwerp gewoon gaan vastbijten. Zodoende heb ik binnen organisaties verschillende dingen gedaan. Ik heb ook een tijd bij Veilig Thuis gewerkt. En ik blog sinds 1 jaar of 6 over het thema. Omdat huiselijk geweld is gewoon een thema wat nooit echt genoeg aandacht krijgt.
En dan huiselijk geweld in de brede zin van het woord kan ook geweld tussen ouders, kinderen zijn, maar ook tussen, tegen ouderen gericht of broers, zussen. Dus in de brede zin van het woord. Als je die blog schrijft, krijg je daar veel reacties op van vrouwen zelf die daarmee te maken hebben? Mijn blog schrijf ik dus voornamelijk voor de hulpverlening. Okay. Om ervoor te zorgen dat de hulpverlening, die handelingsverlegenheid, zoals je dat noemt, op het moment dat je eigenlijk dingen te spannend vindt om bespreekbaar te maken, om dat te doorbreken. Omdat heel veel mensen die, en dat hoor ik dus van de gesprekken die ik heb met mensen die partnergeweld mee hebben gemaakt, dat ze merken dat hulpverleners echt angstig zijn rond dit thema. En niet altijd bereid zijn ook om hen daarmee verder te helpen. Ze soms ook hele onhandige dingen doen. Huiselijk geweld wordt heel erg genderaspect. Dus het feit of je man of vrouw bent, dat doet ertoe binnen huiselijk geweld. Nou, dat is vaak iets wat niet alle hulpverleners meenemen in de hulpverlening. Nou, dat vind ik belangrijke thema's. En daarom ben ik ook heel blij dat ik hier vandaag mag zijn, zeg maar, en zeggen wat ik ervan geweld tegen vrouwen vind. Ja, ja. En tijdens de opleiding als sociaal hulpverlener, wordt er aandacht besteed aan huiselijk geweld of geweld tegen vrouwen? Dat is heel wisselend op het moment. In mijn opleiding, in de tijd dat ik het deed, dus begin jaren 2000, was dat nog niet het geval. Nu zijn er minors die mensen kunnen volgen. Er is inmiddels ook echt wel een opleiding, ook wel een hbo-opleiding, ook voor mensen met eigen ervaringen. Omdat ook ook binnen de hulpverlening werken heel veel mensen met eigen ervaringen. En dat ook, dat zou zo'n mooie verbinding kunnen maken vaak. Dus daar zijn er ook speciale opleidingen zelfs voor. Dus, maar het is nog echt heel erg beperkt wat ik terug hoor. Ja, dat is goed. Oké, dankjewel voor deze mooie introductie. Als er tussendoor al vragen zijn, die kun je dus stellen via de Q&A. Die zijn nog op dit moment niet, maar we moeten ook nog met het echte discussie moeten we nog beginnen natuurlijk. Oisa, kan jij vertellen wat jij doet in het dagelijks leven en ook misschien kort even over jouw PhD? Daar ben ik ook wel heel geïnteresseerd, daar zijn we vast allemaal geïnteresseerd in. Ja, ik ben ZZP'er. Ik werk als consult op het gebied van gendergelijkheid. So, een beetje alles die gerelateerd tot gendergelijkheid. Dat ongelijkheid en discriminatie is. Maar het is waar dat het gaat vaak over geweld. En ik heb zo'n 10 jaar met vrouwenrechten en geweld tegen vrouwen gewerkt in verschillende landen die in conflict- en post-conflict gebieden waren. Ik woon in Nederland sinds 8 jaar en ik heb een PhD gedaan over hoe de patriarchale normen over gender en seksualiteit zijn gerelateerd met verschillende vormen van geweld. Vanuit tussen twee mensen tot oorlog. En het is echt gerelateerd. Het blijkt dat in landen waar mensen vinden dat gendergelijkheid een goede idee is, heb je minder van alle vormen van geweld dan in landen waar mensen vinden dat het niet een goede idee is. Ik denk dat het hangt een beetje af van hoe je ziet aan de mensen. Als je denkt dat de helft van de bevolking minder waard is, dan is het ook makkelijker om een andere groep van de bevolking, iemand van een andere religie of een andere etnische groep of een andere politische groep of zo, ook een minder waard zien. En dan is het is altijd makkelijker om gewelddadig te zijn tegen iemand dat je minder waard vindt. Ik kan langer over hebben, maar ja. Je zei net van in de landen waar dus wel aandacht is voor dat geweld gender gerelateerd is, daar zie je ook veel minder geweld. Maar zie je daar ook veel minder discriminatie in het algemeen? Als je zegt van als we normaliseren dat geweld of dat gendernormen zo erg verschillen in de samenleving, dan heb je er is ook een relatie met andere vormen van discriminatie. Dan zie je in die landen die daar dus aandacht aan besteden ook minder. Ja. Natuurlijk is er geen land die perfect is. Er is altijd werk te doen. Ik vind ook dat je kan het zien dat het intersectioneel is. Of tenminste dat als je begint met een feministische analyse van hoe de wereld werkt, dan kom je snel naar een intersectionele
analyse, waar je ziet ook dat het gaat ook over van welke land je komt, welke religie, als je seksuele voorkeur en veel andere identiteiten. En dat als je echt niet wil discrimineren tegen iemand, dan moet je het niet doen tegen... Ja, het gaat over alle identiteiten. Mm-hmm. Maar het begint vaak door een feministische analyse. Juist, ja. Mooi. Ja. Oké. En want kun je nog iets kort iets vertellen over wat jij doet bij VN Women? Ja, in Nederland hebben wij een project die Safe Streets heet. En wij werken met gemeenten om de openbare ruimte veiliger te maken. En het is een soort van een kleinere versie van de internationale Safe Cities project die UN Women International doet. Met grote steden zoals Cairo, Mexico City, Marrakesh, Delhi, etc. Wij vragen aan gemeenten om onderzoek te doen in de gemeente om te zien waar intimidatie voorkomt. Omdat, ik heb met veel mensen van veel gemeenten gehoord dat wij hebben geen probleem, wij hebben geen intimidatie. Omdat de politie zeggen dat er is geen intimidatie. Ja, maar niemand gaat naar de politie over straatintimidatie. So, ja, natuurlijk heb je deze cijfers. So, eerst beginnen met een goede onderzoek, omdat elke gemeente is anders. Er is plekken die meer gevaarlijk, zo te zeggen, zijn dan andere. En het is niet altijd waar je denkt. Het kan ook de winkelcentrum zijn in de middel van de dag voor jongere meisjes, bijvoorbeeld omdat de banden van jongeren hangt af en intimideren jonge vrouwen en jonge meisjes. So, het is een beetje verschillende. Ja, het verschilt in elke gemeente. So, we vragen om gemeentes om eerst een onderzoek te doen en daarna een aanpak te hebben. Maar natuurlijk willen wij ook dat ze werken met preventie. En het is heel belangrijk om te werken met jonge mensen om normen en waarderingen te veranderen. En we zien ook graag dat ze werken samen met organisaties zoals Emancipator, die werkt met mannen-emancipatie, zo te zeggen. Maar ook we hopen dat er meer werk komt in scholen, zodat dat het echt komt op de curriculum in elke school, dat over hoe gedragen wij ons, hoe omgaan wij met elkaar, wat respect en toestemming enzovoort. Yes. En je bent ook lid van, onderdeel van Femnet, dat is de feministische organisatie van GroenLinks. En jullie hebben ook fantastische amendementen ingediend. Die hebben ontzettend een mooie bijdrage geleverd aan het meer inclusief maken en het meer feministisch maken van het verkiezingsprogramma. Echt super mooi gedaan. Mm-hmm. En afgelopen jaar heb ik al veel met Nevin samengewerkt. Die is altijd veel betrokken geweest bij Femnet. Nevin, kun jij vertellen wat jij de afgelopen jaren hebt betekend in de Tweede Kamer als het gaat over geweld tegen vrouwen? Oh, wacht, je staat nog op mute. Luid nog even. Ja. Fantastisch om vanavond hier met jullie over dit belangrijke thema te kunnen praten. Daar ben ik ook in de Tweede Kamer de afgelopen 4 jaar mee bezig geweest. Ik kan je vertellen dat dat geen makkelijke is. Omdat überhaupt in de Tweede Kamer op dit moment... afgelopen 4 jaar echt een conservatieve wind waait. Dus op het moment dat je over emancipatiepunten komt en ook verbeterpunten komt, dan krijg je echt veel weerstanden of je krijgt minder meestanders mee. Dus ik werk wel graag samen en dat lukt ons ook met PvdA en D66, ook op dit dossier. Dus we nemen gezamenlijk initiatieven, want dan moet je echt samen dingen doen. Wil je het ook voor elkaar krijgen? Wil je echt in een deuk in een boter slaan? Dus daarom vind ik het ook wel belangrijk om die solidariteit ook te benadrukken in aanpak, maar ook in organisaties als het gaat om dit probleem, hè, de geweld tegen vrouwen op de kaart
en op agenda te krijgen. En wat ik heb gezien is dat de afgelopen tijd, als het gaat over de bespreekpunten, dat dit een ondergeschoven kindje is geweest. Dus we hebben wel geprobeerd om het steeds op agenda te krijgen en verschillende initiatieven op ondernomen. Maar het gaat niet vanzelf, moet ik zeggen. Geweld tegen vrouwen, ja, het is een veelomvattende mensenrechten schending. Ik vind dat daar ook echt alarmbellen bij iedereen zou moeten slaan. Als je kijkt internationaal, het is in Nederland veel. Als we hebben over 45% van Nederlandse vrouwen ondervinden geweld. Door partner of door in de familiesfeer. Of op andere terreinen, dan vind ik dat het echt een veel prominente rol moet krijgen als het gaat om een emancipatieagenda. En daar heeft het nog steeds niet. Ik zei dat het een veel omvattend mensenrechten schending is. Het heeft ook verschillende vormen, waardoor ook denk ik in beleidstaal en in beleidsaanpak ook al die verschillende dingen meer een vraag wordt en de integraliteit uit het oog wordt verloren. Dus bijvoorbeeld aanpak van loverboys kun je eraan, seksuele uitbuiting. We hebben over cybergeweld tegen vrouwen. We hebben over stalking tegen vrouwen. Er is sprake over eergeweld. Nou, geweld is geweld, er is niks eervols aan. Dus laten we ook niet dit soort gekke namen aan geweld plakken, zou ik zeggen. Er is sprake van straatintimidatie. Er is sprake van bij etnische vrouwen dat ze in een soort van verborgen leven moeten leiden. Dat is ook geweld. Dat is ook een vorm van geweld. En een andere vorm van geweld naast lichamelijk geweld is, er wordt nooit over psychisch geweld bijvoorbeeld gesproken. Terwijl als je daarin duikt, en dat hebben wij met z'n drieën gedaan, met drie partijen. Dan merk je ook dat, Kirsten had over taboe hè, in de hulpverlening, dat mensen er moeilijk over praten. Nou, over dit probleem praten ze de hulpverlening heel slecht over. Ja. En er is ook een soort van een schaamte. Ik zie ook een soort schaamte ook, hè, dat de hulpverlening ook niet goed in staat is om dit op te pakken en adequaat hulpverlening te kunnen geven. Data wordt niet bijgehouden. Dus er is echt heel veel te doen op dit gebied. En ik zou zo graag willen, daar werk ik nu aan. We hebben ook gevraagd, doe nou eens een keertje een onderzoek naar hoe het staat met dat psychisch geweld. Ik zou de volgende keer, als ik hoop in de Tweede Kamer weer door te kunnen gaan, strafbaarstelling van psychisch geweld. Want als je kijkt hoeveel impact het heeft, hè, jarenlang systematisch geweld onder te gaan. En het is moeilijk om dat aan te tonen. Hè, want er gaat een grote schaamte ook, ligt er bij vrouwen, om dat bespreekbaar te maken. En dan kom ik op het punt van bespreekbaar maken. Ik vind dat we ook heel acuut de drempels, als het gaat om aangifte te doen, moeten verlagen. Ik was ook heel erg gecharmeerd door de roep van Orange-vrouwen, die dit probleem ook hebben aangekaart. Niet alleen via de politie, maar je zou ook de aangiftebereidheid of aangiftepunten via verschillende instituties kunnen bewerkstelligen. Of dat instituties zelf ook kunnen aangeven op een bepaalde vorm. Denk aan scholen, denk aan werkgevers. Die zien dat nog steeds niet als hun verantwoordelijkheid. Gezondheidswerkers, internetaanbieders. Dus we zouden ook naar een systeem toe moeten gaan dat we die aangiftebereidheid gaan verhogen. En meldpunten gaan verlagen. Ja, dat is een juiste term. De juiste volgorde. Want wat er nu gebeurd is, door het feit dat er weinig aangifte zijn, lopen de daders rond. Ja. Dat willen we niet hebben. Dat gaat zeg maar over alle vormen van geweld. Dus ook over straatintimidatie. Ja, precies. Ja, want als ik voor mezelf spreek, straatintimidatie overkomt mij ook. En dan heb ik nog nooit over nagedacht om daar aangifte over te doen. Want ik denk, het helpt toch niet. En ik denk bij mij heel veel andere vrouwen die dezelfde ervaringen hebben. En ik wil er later ook nog wel verder op ingaan, ook qua activisme, hoe dat in Nederland is en hoeveel we daar eigenlijk over praten onder elkaar. En in vergelijking dan met andere landen.
Dat is ook misschien wel interessant. Nevin, er is ook een vraag binnengekomen voor jou. Leuk. Allereerst een vraag voor Nevin. Prachtig, je initiatiefnota over psychisch geweld. Meer in de breedte. Het valt me al jaren op dat advocaten met een familiepraktijk die toch dagelijks tegen signalen oplopen rondom allerlei vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties niet betrokken worden. Even kijken. Niet betrokken worden in die onder de meld. In de kring. Wacht even, nog één keer. En die toch dagelijks tegen signalen oplopen rondom allerlei vormen van geweld en afhankelijkheidsreacties, dat ze niet betrokken worden bij de kringprofessionals die onder de meldcode vallen. Herken jij dit? En hoe zie je dit? Begrijp je de vraag, Nevin? Ja, nee, ik denk dat er nog een. Okay. Er zijn een heel aantal beroepsgroepen in Nederland die volgens de wet meldcode horen te werken. En de wet meldcode is eigenlijk een wet die bestaat in een aantal stappen. En als je die stappen zorgvuldig doorloopt en je wil aan het einde een melding doen van partnergeweld, huiselijk geweld, whatsoever, dan heb je geen toestemming nodig van de mensen om toch die melding te kunnen doen. Hmm. En advocaten vallen niet onder de beroepsgroepen die onder die wet vallen. Dus eigenlijk de vraag, denk ik. Ik denk ook dat ik weet van wie die komt. Fijn dat hij erbij is. De vraag is, zouden advocaten niet ook gewoon onder die wetmeldcode moeten vallen? En hoe denk jij daarover, Nevin? Dus dat betekent dat de advocaten ook een melding zouden kunnen doen? Ja. Ja, ja, dat sluit aan inderdaad wat ik zei van de zaal ook via derde, zeg maar. Dat vind ik dan ook een aangifte kunnen doen. Of een melding kunnen doen. Dat zou misschien ook vanuit onderwijs, werkgevers zouden het ook kunnen doen. Als iemand ernstig vorm van verzuim is. En het is zichtbaar duidelijk dat daar iets aan de hand is. Dus ik ben daarvoor, zeker. Ik denk dat dat ons allemaal helpt om geweld uit onze maatschappij te krijgen. Geweld tegen vrouwen uit onze maatschappij te krijgen. Want daar gaat ons issue over. Ik zou het voor geweld in de breedste zin uit onze maatschappij willen krijgen. Maar laten we het even op dit probleem houden. Ja, en dan nog een vervolgvraag. Zou je daarvoor in kunnen inzetten? Met alle liefde. Stem op 17, dan ga ik door. Ja, en Jaap Bakker, de vraag kwam van Jaap Bakker. Hij zei, de lobby in en rond de advocatuur houdt dit echt steeds tegen. Dat is nog een opmerking die daarbij komt. Dankjewel Jaap voor de vraag. Dan gaan we door naar Kirsten. Kirsten hebben we al gehad. We gaan eigenlijk door naar de discussie. Jullie kunnen vragen blijven stellen via de Q&A. En ik ben allereerst wel even geïnteresseerd wel in jouw expertise hierop, Kirsten, want hoe groot is nou eigenlijk het probleem? Weten we eigenlijk, is er genoeg data? Waar liggen de grootste problemen? Ja, wat ik wel wil, hè, want ik heb net even wat verteld over wat ik dan doe, zeg maar. Maar ik wil toch wel eventjes ook benadrukken waarom ik het zo belangrijk vind om dus hier ook te kunnen zijn. Omdat ik heel vaak, hè, als ik dus blog over geweld tegen vrouwen of over femicide, hè, er zijn echt vrouwen die omgebracht worden, ook in Nederland. Ja. Omdat ze vrouw zijn, omdat de man geen toegang meer heeft tot de vrouw, omdat de vrouw de relatie verbreekt. Als ik daarover blog of als ik daarover schrijf, krijg ik altijd reacties van mensen, ja, maar er is ook geweld tegen mannen. En dat is een soort van reflex, wat ik overal zie. En wat ik even wil uitspreken is, ik spreek hier nu eventjes om me uit te spreken tegen geweld tegen vrouwen. Dat wil niet zeggen dat ik geweld tegen mannen niet erg vind. Helemaal niet. Het is een soort van, ja, weet je, hetzelfde als je rond die Black Lives Matter beweging ziet. Er komt een reflex op All Lives Matters, weet je wel? Nee, het gaat nu eventjes om Black Lives. Die doen ertoe. Ja, en vandaag gaat het er even om vrouwen doen ertoe. Vrouwen maken ernstiger geweld mee. Als je het in de partnerrelatie ziet, zijn de cijfers vertekenend. Er is in november, december een CBS-onderzoek gepresenteerd. Waaruit blijkt dat 1,2 miljoen mensen te maken heeft met huiselijk geweld. Nou, en als je oppervlakkig naar die cijfers kijkt, dan komt er uit 9% van de mannen. En 9% van de vrouwen, 7% van de mannen. Dus die cijfers die lijken niet zo ver uit elkaar te liggen. Kijk je naar seksueel geweld, dan wordt het verschil groter. 15% van de vrouwen, 7% van de mannen. Dan hebben we het over een jaar tijd, hè, dat mensen daarmee te maken hebben. Ja. Maar wat dit onderzoek dan weer niet laat zien, en waar dus ook vaak niet verder op door wordt gekeken, is dat er de impact en de ernst van het geweld wat tegen vrouwen wordt gepleegd vaak ernstiger is.
In 2019 is onderzoek gedaan naar fysiek geweld. Dus dat is echt lichamelijk geweld. En dat kan echt verwonden zijn tot aan slaan, de spullen naar iemand toe gooien. Echt fysiek geweld. En dan hebben we het dus nog niet over het psychische stuk. Maar uit dat onderzoek blijkt, als je dan dieper kijkt naar wie hebben er nou meer te maken met huiselijk geweld, dan zie je dat 20% van de mensen te maken heeft met structureel geweld, fysiek geweld. Maar die groep, 97.000 vrouwen en 27.000 mannen. Dat betekent dat vrouwen ongeveer 4-5 keer zoveel te maken hebben met heftig geweld. De dodelijke slachtoffers van partnergeweld zijn ook vele malen meer vrouwen dan mannen. In 2018, ik heb een paar jaar terug een TED-talk gegeven waarin ik die cijfers ook benoemde, 40 vrouwen omgebracht. En dat zijn allemaal vrouwen door partners, ex-partners, stalkers. In hetzelfde jaar is er hooguit 1 vrouw geweest die haar partner iets aan heeft gedaan. En het meeste dodelijke geweld vindt plaats als er om en nabij een scheiding is. En dat betekent dat het vaak voortkomt uit een ernstig machtsmiddel, controlemiddel, omdat de vrouw niet meer van jou mag zijn. Super ernstig. En het wordt, Neven noemde net al, die aangiftebereidheid die moet toenemen. Vrouwen zijn ook vaak wel bereid om die stap te zetten naar de politie, maar worden daar niet serieus genomen. Geweld is niet altijd direct lichamelijk. Geweld is heel vaak ook psychisch. Maar vanuit die ernstige machts- en controleverschillen, machtsposities die je als man en vrouw kunt hebben, ontstaat ernstig controlerend en psychisch geweld. En op het moment dat die vrouwen niet serieus genomen worden, terwijl die man van alles al gemanipuleerd en gedreigd heeft en gedaan heeft, dan loop je dus het risico dat die vrouwen omgebracht worden. En dat moet stoppen. Dat moet stoppen. En dat kan als we dus geweldspatronen beter leren herkennen. Dat we ook erkennen dat er een machtsverschil kan bestaan binnen een relatie. Die de oorzaak is of een trigger is om dat ernstige geweld te plegen. Yes. Neven, die wilde je even op reageren. Ja, het is een heel belangrijk punt wat Kirsten aanhaalt. Als het gaat om... Nou ja, je moet het ook de vrouwen wat makkelijker maken. Dus om die aangifte ook te kunnen doen. En ook op plekken te kunnen bespreken. Misschien bij je huisarts al. Maar misschien ergens met een ervaringsdeskundige in een buurthuis misschien waar je woont. Dus zo dichtbij zou het moeten zijn. Want daarentegen, als je kijkt naar het beleid, waar richt het zich op? Dat richt zich heel erg op weerbaar maken van de vrouwen. Vrouwen moeten dat zelf doen. Dus je legt ook op de kwetsbare schouders van vrouwen die dus al met dit probleem te maken hebben, leg je nog eens een keertje de druk op bij hen. Dus dat is ook een van de dingen wat ik in het beleid heel erg storend vind. Je moet adequaat hulp kunnen verlenen aan die vrouwen. Dus hou op met weerbaarheidstrainingen. En je moet proberen, waarom schamen vrouwen zich? Want en daarop inspelen. Dus als je er niet over kunt praten. Het is schaamtevol, of het nou fysiek of psychisch geweld is. Dat je dat hebt toegestaan. Je denkt, dit verdien ik niet, maar het is me overkomen. Je kunt je rug niet makkelijk naar keren, want er zitten je familie, misschien je kinderen. Je hebt een dak boven je hoofd. Dus er komt heel wat bij kijken. Dus die hulpverlening moet ook adequaat zijn en moet ook rekening houden met dit soort gevoelens die er bij vrouwen zijn. Ja. Ja, dus enerzijds zeg je, we moeten de vrouwen niet verantwoordelijk stellen voor het geweld en juist, maar wel ze erkennen als slachtoffer. En hier komt denk ik een vraag van Femke wel heel erg, ook die daarop aanvult, van in hoeverre moeten we eigenlijk juist mannen ook meenemen? We hebben het net al gehad over emancipator, die heel erg gericht op mannen-emancipatie. En juist, en dan gaat het ook veel, denk ik, ook veel meer over... wat eigenlijk die gendernormen ook voor een man betekenen, eigenlijk voor een welke beknellingen dat heeft voor mannen en waar dat geweld vandaan komt, want het komt natuurlijk ergens vandaan.
En Femke vraagt nog heel specifiek, wat vinden jullie van de signalen die je wel eens hoort dat mannen bang zijn om beschuldigd te worden van huiselijk geweld of aanranding? En hoe kunnen we ook die mannen meekrijgen in de strijd tegen geweld tegen vrouwen? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we jonge mannen heel vroeg in meenemen. Dus als er problemen zijn, bespreek het. En we moeten ook als maatschappij afkomen van die stereotype rollen en beelden waarin we en beleid maken en in onderwijs jongeren begeleiden. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel vroeg moet beginnen in de jeugd meenemen, hoe je met elkaar moet omgaan en hoe je met conflicten onder elkaar moet omgaan. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Ja. En ik wil ook toevoegen dat over melden, ja, dat is inderdaad een probleem, omdat veel vrouwen en mannen ook weten niet waar ze moeten melden. En er is niet zoveel laagdrempelige meldpunten, zoals Neven ook heeft gezegd. Maar sinds enkele maanden heeft UN Women en de Sontes en de Zooroptimisten een website gedaan die geweld tegen vrouwen melden.nl heet. En daar is informatie over waar je kan melden verschillende vormen van geweld. Zo, geweld tegen vrouwen melden.nl. Ja. Heel goed. Ja, want misschien is dat ook wel, want we hebben het nu al een beetje gehad over gendergerelateerd geweld, dat het gendergerelateerd is. En in de voorbespreking, Oisa, vertelde jij dat eigenlijk juist in Nederland eigenlijk we niet erkennen dat het gendergerelateerd is, waarin het andere landen wel heel erg doen. Hebben jullie enig idee hoe dat komt, dat we dat in Nederland niet doen? Dus Kirsten vertelde ook al eigenlijk, is het een beetje nat dan om over gender te praten in de preventie van huiselijk geweld bijvoorbeeld. Hoe kan dat? Nou ja, mag ik hierop reageren? Ja, zeker. Je komt het ook in de rapport van, er is een internationale onderzoeksinstituut die dat allemaal vergelijkt. Grevio, die heeft richting Nederland 57 aanbevelingen gedaan, waarvan 15 prioriteit moet hebben. En daarin zeggen zij ook, Nederland moet beter zijn best doen als het gaat om gendergerelateerd geweld. Ook op die manier te benaderen en ook de hulpverlening vanuit die invalshoek te benaderen. En wat schrijft dan de minister daarop, hè, in haar aanpak? Nou ja, ze zegt dat emancipatiebeleid toch al gendergerelateerd is. Maar als je goed kijkt naar het emancipatiebeleid, ik bedoel, wij hebben met moties allemaal vanuit de Kamer moet ervoor zorgen dat en bepleiten voor gendersensitief beleid. Dus het staat echt een beetje in de kinderschoenen. En ik heb het gevoel dat ook de minister niet echt precies wist wat ze ermee aan moest. En niet echt aandacht aan heeft gegeven. Een punt wat ik nog wil maken op dit belangrijke dossier is. Als we weten dat er, dat weten we gewoon, dat er aandacht moet zijn aan de ene kant voor de meldingsbereidheid. Dat geeft Grevio ook aan. Maar dan moet je er ook voor zorgen dat er ook opvangplekken is. Voldoende opvangplekken zijn voor vrouwen. Opvangplekken zitten vol. Er vindt geen doorstroming plaats naar andere vorm van wonen. Als mensen uit vrouwen en met kinderen uit die opvang weg kunnen. Dus, maar dat wordt, niemand weet eigenlijk wat voldoende opvangcapaciteit voor Nederland moet zijn. Daar wordt het dus heel schimmig over gedaan in beleid. Nou, dit soort dingen illustreert eigenlijk al, aan de ene kant is er aandacht, maar als het gaat om echt integraal aanpak, en hoe kunnen we ervoor echt voor zorgen dat de groep, de slachtoffers worden geholpen, ja, dan laten we toch wel nog een beetje wat steken. En ja. als ik iemand iets toevoegen daar, je hebt het over Grevio. So, Grevio is de groep van experten die kijken als landen die het verdrag van Istanbul heeft geratificeerd, als ze echt doen wat ze moeten doen. Omdat als je een verdrag ratificeren, moet je dat echt doen. Hm? En het verdrag van Istanbul is de meest vergaande verdrag dat we hebben over geweld tegen vrouwen. En het is ook een van de
belangrijkste punten daar is dat we moeten erkennen dat het zowel vormen van geweld gendergerelateerd is en dat het is een diepgaande oorzaak van geweld in meerdere gevallen. En een van de punten in de rapport van Grevio die is gedaan een jaar geleden, met hulp van Nederlandse organisaties zoals het College voor de Rechten voor de Mens, Atria, Faros, etc. So, het is niet alleen maar mensen van buitenaf die komen en zeggen dat jullie moeten zo doen. Dat is de grote probleem, dat het beleid nu is genderneutraal sinds 2015. En ik weet echt niet wat is gebeurd in 2015, maar daarmee verdween de erkenning dat geweld tegen vrouwen genderrelateerd en structureel is. Dat brengt volgens Grevio het risico met zich van interventies door professionals die geen gendergevoeligheid hebben en van lacunes in bescherming en ondersteuning en van de re-victimization van vrouwen. En een voorbeeld is de Veilig Thuis, de one-stop gemeentelijke ondersteuningsdienst voor huiselijk geweld. En Grevio roept tot de introductie van een sterk genderperspectief in het aanbieden van deze diensten. En het probleem is dat het niet wordt beoogd de verantwoordelijkheid voor misbruik en controle duidelijk vast te stellen. Dat maskeert mannelijke partnergeweld tegen vrouwen als een probleem onder gelijken. Die staat het waarborgen van strafrechtelijke verantwoordingen in de weg. En dat is een van de hoofddoelstellingen van het Verdrag van Istanbul. Dat als je iets doet, dan moet je ook naar de rechthof. Ja. Een vraag van het publiek van Nenne en daarna gaan we ook even naar de vraag van Eva. En Osa, hoe kunnen gemeenten het verdrag van Istanbul gebruiken? Ja, omdat alles zo decentraliseerd is in Nederland, dat de verantwoordelijkheid ligt op de gemeentes, dan moeten de gemeentes kijken aan hoe doen wij nu? Welke organisatie doe Veilig Thuis bij ons? Omdat dat is verschil. Soms is het een vrouwenorganisatie, soms is het een helemaal andere organisatie. Wat voor beleid, wat voor instructie, wat voor trainings hebben de mensen die daar werken? So, eerst erin te kijken, wat doen wij? Wat voor budget geven wij aan dit organisatie? En hoe gendersensitief zijn ze in zijn aanpak? Dan zou ik graag willen zien dat er een coördinatie op nationale niveau is. En dat is ook natuurlijk een van de grote punten van de Grevio-rapport. Daar is geen nationale coördinatie van alle vormen van geweld. Meerdere landen hebben een soort van gendergelijkheidsministerie of zoiets. Hier is het een emancipatiedepartement binnen OCW. Maar en dan is het verantwoordelijkheid voor verschillende typen van geweld of het voorkomen van zit op verschillende ministeries en dan soms niet op de ministerie, maar op de gemeenten en zo. En dat leidt ook tot dat er geen echt de expertise is niet verzameld. Niemand weet wat die andere doet. En we kunnen niet van elkaar leren en we kunnen niet een gezamenlijke aanpak hebben. En zo, ik wil echt graag een nationale coördinator zien die alles kan overzien. En ook zien dat gemeenten doen een beetje een soort van, hebben een soort van minimum standaard met wat ze doen bij Veilig Thuis en andere aanpak. Zodat het niet goed komt in een gemeente en niet in andere. Ja, dus zou je daar misschien ook iets meer over kunnen vertellen? Want op welke manier is het goed dat we zoiets juist nationaal coördineren? Dus dat we echt daar aandacht aan besteden op landelijk niveau? En op welke manier moet het dan decentraal uitgevoerd worden? Is er iets goeds aan die decentrale aanpak? Is het juist, of zeg ik, we moeten helemaal genationaliseerd? Vroeg je het aan mij? Ja, ik dacht misschien dat jij daar wel juist... omdat jij echt in het werk... Weet je wat het is? Je hebt inderdaad 26 veilig thuisorganisaties in Nederland. En die zijn 26 veiligheidsregio's. En ze hebben getracht zeg maar, om dat zo in te delen, zodat de veiligheidsregio, hè, dat gewoon logisch op elkaar aansluit. Er is een landelijk netwerk ook. Dus er is ergens wel een verbinding. Alleen ik vraag me af,
in hoeverre ook binnen de gemeentemuur, want die betalen uiteindelijk wel die veilig thuisorganisaties, ook doorgedrongen is dat het verdrag van Istanbul er is. Dat het er überhaupt is. Ik weet niet of dat binnen de gemeentemuren is binnengedrongen. Want die zijn de betalende en de controlerende partij of het veilig thuis doet. Dus ik kan me helemaal vinden in wat Ossa ook zegt. Dat er, weet je, en wat ik heel erg mis is, er worden talloze rapporten opgeleverd. Er is ontzettend veel kennis. Echt, er is best wel veel kennis over wat partnergeweld is, hoe je het moet aanpakken. Er is nu ook nog weer een ouderverstotingsrapport verschenen. Er is een rapport over de kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling tijdens de lockdown verschenen. Wat er gebeurt binnen Veilig Thuis, zijn gezinnen lang gevolgd. Er zijn talloze rapporten. Bereiken die rapporten ook daadwerkelijk de werkvloer? En wordt daar dan ook gewoon echt iets mee gedaan? En daarvoor zou zo'n nationaal coördinator gewoon echt, nou ja, ontzettend ondersteunend kunnen zijn. Ook aan ja, al die professionals die toch echt wel vanuit alle goede bedoelingen goed werk willen leveren. Maar het dus soms ook gewoon niet weet, omdat het zo versnipperd en verschillend is. Ja. En Nevin, jij wilde ook reageren? Ja, nou ja, het is inderdaad versnipperd door die decentralisaties. Er is geen overzicht, er is geen beeld. Als ik kijk, als ik spreek vanuit de Eerste Kamer, van wat is dan het beeld van hè, hoe, waar moeten we nou, als er middelen zijn, waar moeten we op inzetten? Waar is het te veel, waar is het te weinig? Ook dat is heel erg belangrijk. En ook om die kennis op te halen en ook te delen met elkaar, daarom heb je ook echt zo'n nationale coördinator nodig die ons het beeld kan geven over allerlei vraagstukken die er spelen, maar ook over de uitvoering een beeld kan geven. Ik denk dat dat ik wil graag door met mijn werk, dus ik zal me hier zeker hiervoor inzetten, Asa. Ik neem hem over. Ik zal je naam ook melden. Goed. En dan hebben we nog een vraag van Eva, die was straks ook even voorbij gekomen. Hoe gaan we er nou eigenlijk voor zorgen dat aangifte en meldingen makkelijk wordt? Ook voor mensen. Dat mensen daar dat sneller gaan doen. Dat er minder taboe op ligt. Voorbeeld vanuit Zweden, ik kom vanuit Zweden, is dat er is een nationale hulplijn. Er is één telefoonnummer. En als je daar belt, dan is het er professionele mensen die kan vertellen, oké, je hebt dit en dit meegemaakt, nu stuur ik jou door naar dit en dit en dit service. So, je moet alleen maar één telefoonnummer kunnen. En dat vind ik, en er is ook heel veel promotie van dit nummer onderzoek van vorig jaar heeft vertoond dat de helft van de vrouwen in Zweden die nummer kent. Oké, dat is de helft. Het is niet alle vrouwen, maar het is steeds goed. Het kan beter, maar het is goed. En dat maakt het veel makkelijker om te melden, omdat je moet niet maar waar moet ik nu bellen? Is er een e-mail of wat moet ik doen? Nee, je kan er voor alle vormen van geweld kan je naar één nummer bellen. Mag ik? En het moet overal bekend zijn. Hè? Dus wat is erop tegen om op stickers, op whatever, in de supermarkten, in buurthuizen, bij bibliotheken, gezondheidscentra, dit soort informatie echt zichtbaar, of bij de apotheek zichtbaar hangt, dat vrouwen dat zien, dat mensen het ook zien. Dan is het boodschap aan vrouwen, als je ermee te maken hebt, daar kun je voor hulp terecht. En dus boodschap ook aan de mannen. Dit, of de daders, dit doe je niet. Dus dat zou, volgens mij gaat daar ook een preventieve werking van uit. Ja. Ja. En ook op televisie is dan van infomercial doen ze erover. En ik denk dat vooral ook wat ook nog wel eens een misverstand is dat je moet aantonen of aantoonbaar moet kunnen maken dat er sprake is van partnerhuiselijk geweld of geweld thuis, voordat je een melding kunt doen of voordat je zelf contact op kunt nemen. En er zit een verschil tussen of je naar de politie toe gaat en je wil een aangifte doen,
strafrechtelijk bewijzen of iets plaats heeft gevonden, ja of nee, is het heel anders dan hulp krijgen en dat ook alsnog duidelijk wordt dat er sprake is van dat patroon. Alleen strafrechtelijk aantoonbaar maken, of dat is gewoon een ander domein, zeg maar. Dat is een andere benadering dan vanuit de hulpverlening. En daar is ook heel weinig over bekend, dat gewoon heel anders werkt. Ja. Ja, en ook als je bijvoorbeeld hebt over verkrachting content, dat ook veranderd wordt in de wet. Dus als je dus geen ja zegt, dat het dan ook nee is. Wat ik trouwens wel een hele mooie ontwikkeling vind, als je het dan ook hebt over verkrachting, heb je natuurlijk nu overal die centra voor seksueel geweld. Fantastisch initiatief en ook heel goed hoe dat landelijk, zeg maar, nu is uitgerold. Wat zo'n centrum doet is, je gaat er naartoe. Als je dus inderdaad binnen 24 uur geleden of iets langer geleden, zeg maar, een seksueel delict hebt meegemaakt, dan spreek je daar met de artsen die eventueel forensisch onderzoek kunnen doen. Je spreekt er met een psycholoog, je spreekt er met de politie. Er wordt gelijk een aangifte van opgenomen. Op één plek kom je terecht. Nou, dat soort initiatieven beginnen zich nu wel ook te ontplooien rond huiselijk geweld. Je hebt ook een multidisciplinaire aanpak die ze nu in alle gemeenten willen gaan uitzetten. Waarbij soortgelijk disciplines van bij elkaar worden gezet. Waardoor je als slachtoffer ook niet 10 loketten langs gestuurd hoeft te worden. Waarbij allerlei wachttijden en wachtlijsten, zeg maar, aan vooraf gaan. Dat soort initiatieven zouden ook echt veel meer gewoon rond de aanpak van partnergeweld wat mij betreft moeten komen. Ja, en dan misschien ook nog een goede vraag voor jou. Hoe kunnen mannen helpen als ze merken dat een vrouw in een directe omgeving te maken heeft met geweld? Of gewoon überhaupt, denk ik, mensen in een omgeving? Ja, ik denk niet dat het uitmaakt of je man of vrouw bent als je zoiets ziet. Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is dat je er niet voor wegkijkt. En dat je ruimte zoekt om met mensen daarover wel in gesprek te gaan. En mensen vooral op verhaal te laten komen. En niet te snel allerlei hulpregisters open te willen trekken. Maar mensen vooral zelf. Hè, wat mensen heel vaak nodig hebben. Zeker mensen die heel langdurig in psychische geweldssituatie zitten. Kan ook in combinatie met fysiek geweld zijn. Is als je er zelf middenin zit. En midden in de stress. Dan weet je niet meer wat normaal is. En je realiseert je wel dat het niet oké is. Maar hoe niet oké. Dat kan je dan niet helemaal duiden. En op het moment dat jij bij iemand een plek vindt. Iemand jou de ruimte biedt om daarover te vertellen, waardoor het echt even tot je door kan dringen. Dat is echt verschrikkelijk naar en lastig. En zeker als omstander ook, om dat dus te moeten horen en ook de machteloosheid te voelen. Want die ga je dan ook voelen. Maar dat helpt, omdat daardoor mensen zelf stappen kunnen gaan zetten, met jouw steun natuurlijk, om uiteindelijk wel eventueel hulp te zoeken of de moed vinden om de relatie te verbreken. Ja. En de relatie verbreken wil overigens niet zeggen dat geweld stopt. Hè? Het meeste geweld wat plaatsvindt is ex-partner geweld. Dus de steun blijft zeker ook noodzakelijk nadat relaties verbroken zijn. Ja, ja, hele goede tip. En dat herkennen van het geweld, welke rol ligt daar misschien ook in het onderwijs? En in welk vak zou dat behandeld moeten worden? Of zou dat helemaal apart iets moeten zijn wat bij kinderen eigenlijk, of bij jonge mensen al gelijk besproken wordt? Ja, er zijn ook heel veel trainers ook die zich ook echt richten op het jonge kind en op het kind. En wat zij ook wel aangeven is dat het zou zo mooi zijn als er ook aandacht besteed wordt op school van wat is veilig opgroeien. En dat is, ik zie hier nu in de stad in Apeldoorn, waar ik woon, ook wel posters hangen van veilig opgroeien. En dan zie ik een speeltoestel, dat ik denk een kind veilig buiten kan spelen. Maar veilig opgroeien is zoveel meer dan veilig buiten kunnen spelen. Is ook veilig thuis kunnen spelen. En dat het heel erg relevant kan zijn voor kinderen om zich te kunnen realiseren van wat zij meemaken ook niet normaal is. Of wat ze zien bij hun vriendjes of vriendinnetjes niet normaal is. En kan hun helpen ook om er wel over te praten, ook met de leerkracht. Dus dat zou een van de dingen gewoon kunnen zijn. En ik denk vooral dat leerkrachten die echt een relatie hebben, en die hebben vaak een langere relatie, die zijn bang om het contact te verliezen, dat het kind van school afgaat, dat die veel vaardiger moeten worden in hoe maak je toch die signalen wel bespreekbaar. Want het kan echt heel vaak, zonder dat, zodat er hulp kan komen, in plaats van dat het
hè, dat ze mensen wegjagen omdat ze zo krampachtig en ingewikkeld vinden en op het laatste moment pas gaan melden, vroegtijdig gewoon in gesprek kunnen gaan. Daar zouden veel meer ook in het onderwijs mensen vaardig in moeten gemaakt worden. Ja. Ja. Ik heb een anekdote op die onderwerp. Ik heb 3 bonuskinderen hier. En van mijn bonusdochters, enkele jaren geleden in zijn middelbare school, hadden de school georganiseerd een dag waar de alle meisjes een training in self-defense zou krijgen. En alle jongens een soort van training over respect zou krijgen. En dan hadden ze minder geld dan gedacht. Zo de jongen hebben de dag vrij gekregen en er was alleen maar de self-defensie voor de meisjes. Zo, ja, natuurlijk, mijn bonusdochter is super boos thuisgekomen en zeggen dat ja, maar als zij over respect leren, dan hoef ik niet self-defensie te leren. Maar zo, ja, er is altijd een beetje een idee over dat, ja, het is de meisjes en de vrouwen die moeten leren om zich te beschermen. En we praten niet met jongens en mannen erover. En ik vind het heel belangrijk dat het echt komt op de curriculum in de scholen. En dat het ook moet gebeuren in alle scholen. Omdat in Nederland vandaag is er scholen die kunnen een beetje beslissen hoe ze willen vakken uitvoeren of zo. En dan is er veel scholen die niks doen over seksuele educatie en ook niets doet over gender en zo aan. En ja, en niemand zegt iets, er is geen inspectie of zoiets, het is oké. En dat vind ik een groot probleem. Iedereen moet leren over relaties, over gender, over respect, over toestemming enzovoort. Ja, en die conditie, zeg maar, die machtsverhoudingen die daar aan ten grondslag liggen, daar wordt ook over vragen over gesteld. Of we daar misschien nog iets meer op in kunnen gaan. Van wat is nou eigenlijk de oorsprong van die toxische mannelijkheid, waar het geweld vanuit ontstaat? Of bijvoorbeeld materieel, van, bestaat er bijvoorbeeld, zou geweld ook kunnen ontstaan uit armoede of uit of een andere uitleg of een bepaalde combinatie daarvan? Kunnen jullie meer vertellen over waar dat vandaan komt? Ja, ik denk dat dat het goed is om de oorzaken van geweld, zeg maar, daar zijn verschillende oorzaken voor. Een van de oorzaken kan zijn dat geweld ontstaat vanuit de situatie waar je in zit. Iedereen weet dat als je in armoede en financiële stress leeft, dat enorm veel spanning oproept. En iedereen kan zich ook voorstellen dat op het moment dat je allemaal voortdurend op 90% van je stresslevel zit, dat het dan makkelijker tot escalaties leidt. Ook dan kan gender een rol spelen. Omdat je bijvoorbeeld verwacht van je man dat hij meer geld in het laadje gaat brengen. Dat zou een rol kunnen spelen, dat een man zich niet mannelijk voelt omdat hij werkloos raakt. Dus ook daarbij kan vanuit het situationele geweld, hoe ze dat dan noemen, geweld ontstaan. En er kunnen allerlei andere, zijn heel veel meer risicofactoren. Maar je hebt een ander soort geweld, en dat is het geweld wat ontstaat vanuit macht. En macht is mannelijk. Dat zijn genderstereotyperingen. Dus de dingen die wij mannelijk vinden, is macht, voor je gezin kunnen zorgen, je broek op kunnen houden, zorgen dat het thuis allemaal netjes is, maar je hoeft het zelf niet allemaal te doen. Zoiets. Even heel stereotyp, hè? Er zijn mannen die daar super gevoelig voor zijn. En op het moment dat zij dus iets van hun stukje macht verliezen, verliezen ze een stukje mannelijkheid. En dat kan dus tot heel ernstig geweld leiden. Want dan hebben ze de behoefte om dus de controle terug te krijgen. En dan gaan ze mensen controleren, ze gaan mensen vernederen, soms ook met publiek erbij, om zich maar een beetje mannelijk te kunnen voelen. Ze gaan bijvoorbeeld manipuleren. Ja, als jij als vrouw zijnde gaat werken, dat doet wat met mijn mannelijkheid, ja, dan doe ik mezelf wel wat aan. Ze gaan dreigen met geweld. Ze gaan mensen afhankelijk maken door hun bewegingsruimte te beperken, want
Als de vrouw zich niet zo gedraagt zoals zij zich zou horen te gedragen, dan doet dat wat met hun mannelijkheid. En vanuit die gekrenktheid of vanuit dat stukje kan geweld dus ontstaan. En ontstaat psychisch controlerend geweld, dwingende controle. Wordt dat ook wel genoemd. Daar zijn heel veel vrouwen slachtoffer van. Het CBS-onderzoek wat ik al aanhaalde, daaruit bleek dat vormen van dwingende controle bij 750.000 mensen in Nederland voorkomt. Dat is echt gigantisch. Maar dat kan ook, dus niet alleen partnergeweld, dus ook binnen andere relaties kunnen vormen van dwingende controle plaatsvinden. Dit soort geweld bestaat. En dat is iets wat heel veel mensen niet zien. Dus verlies van mannelijkheid en verlies van macht leidt tot verlies van mannelijkheid en tot het toepassen van geweld. Ja, dankjewel voor deze duidelijke uitleg. Mooi. Kirsten had het eerder over aangifte. En dat is ook iets waar de Grevy Report een grote kritiek over hebben, omdat aan de ene kant is er meerdere wetten die heel hoogdrempelig is, zodat bijvoorbeeld voor psychisch geweld er is een zeer hoge drempel om dwang en bedreiging te zien als crimineel gedrag. En een hele reeks van gedragsincidenten met een lagere intensiteit valt daar bijvoorbeeld niet onder. En dat is vaak wat we zien. Het patroon van misbruik in zulke situaties van huiselijk geweld is vaak een beetje lager intensieve incidenten, maar die vaak gebeuren. En dat is heel moeilijk in de Nederlandse wetgeving om iets meer te doen. En verder, als je echt gaat naar de politie en aangifte doet, dat onderzoek suggereert dat de feitelijke uitkomst van een gerechtelijke strafrechtprocedure in zaken partnergeweld seponering is. En dat het gebruik van buitengerechtelijke schikkingen hoog is. En volgens het Openbaar Ministerie is dat effectiever, maar het leidt tevens tot een decriminalisering van huiselijk geweld, omdat dan kreeg je nooit een straf, hè? Omdat je dat hebt gedaan. En het ontzegt het slachtoffer een stem in de procedure en de mogelijkheid om zijn rechten als slachtoffer op te eisen. Dus dat vind ik een echt belangrijke punt dat ik ook wil zien in nieuwe beleid, dat we dat kunnen veranderen. Duidelijk, dankjewel. Er was ook nog een vraag voor jou, Asa. Zou je meer kunnen vertellen over hoe het allemaal in Zweden geregeld is? En wat kunnen we eigenlijk leren op het gebied van geweld tegen de aanpak van geweld tegen vrouwen vanuit Zweden? Het is gezien als een grote prioriteit. En nu met de pandemie, ik heb vandaag gelezen dat zij zo'n 25 miljoen euro heeft besteed extra voor de budgets van de verschillende maatschappelijke organisaties die ermee werken. Omdat er is meer geweld tegen vrouwen bij de pandemie. Het is een prioriteit. En dan heb je natuurlijk verschillende organisaties op verschillende niveaus, landelijk, provinciaal, gemeentelijk enzovoort, die verschillende dingen doen. Maar het echt grote verschil is dat het een prioriteit is. Ja, wat goed. En we hadden het ook eerder al over van hoe herken je nou eigenlijk huiselijk geweld? Dus dat daar ook veel meer aandacht aan moet zijn op scholen. Maar Eva vraagt nog specifiek, hoe weet ik of een ander in mijn buurt of er een situatie is van huiselijk geweld? Kirsten noemde net al, je weet niet meer wat normaal is. En wanneer is het nou grensoverschrijdend? Bijvoorbeeld bij slaan is het vrij duidelijk, maar er is ook wel een heel grijs gebied. We hebben het ook al eerder gehad over psychisch geweld. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe we dat meer... Hoe je het sneller zou kunnen herkennen? Nou, dat is dus het paradoxale. Mensen die huiselijk geweld meemaken, die willen niet dat het ontdekt wordt. En dat kan te maken, dat heeft dus met schaamte heel erg te maken ook, want ze voelen wel dat het niet oké is wat er precies gebeurt. Maar ook met angst. Want als het uitkomt, dan zijn ze misschien de controle en de regie over hun eigen situatie helemaal uit. En dit is tenminste nog enigszins te doen. Want als het uitkomt, dan wat doet de partner dan? Die heeft daar misschien ook wel wat dingen gedreigd of wat dan ook. Dus mensen willen helemaal niet dat het eigenlijk naar buiten komt. Maar aan de andere kant ook weer wel.
Want we willen natuurlijk wel die hulp. Nou, waar je op kan letten is of mensen... als je dan even heel specifiek hebt over dat psychische stuk geweld... is wat je heel vaak ziet, is in dat soort relaties... dat er heel snel, als mensen elkaar leren kennen... sprake is van heel heftig veel samen zijn en heel snel samenwonen. Soms ook heel snel kinderen krijgen. Maar dat de romance, zeg maar, zoals die van de buitenwereld lijkt... zich heel snel lijkt ontwikkelen in een soort van symbiose. Wat ook kan gebeuren is dat iemand gewoon bijna nooit meer alleen ergens gewoon naartoe gaat. Hè? Nu ga je sowieso natuurlijk weinig uit. Maar dat iemand ook gewoon nooit meer zonder zijn partner even met zijn vriendinnen bijna af kan spreken. Of als hij afspreekt, ja, dat die partner dan... Oh ja, ik was toevallig toch in de buurt, weet je wel? Dat je denkt, het voelt ergens niet oké, maar ik weet niet precies waardoor. Maar hij is er altijd. En zo'n vlieg waarvan je denkt, die moet af en toe weg. Hè? Dat kan een signaal zijn. Gewoon de beste manier is, als je dus ergens dat soort signaaltjes oppikt, is gewoon echt wel zorgen dat je met mensen over het gesprek aangaat. En met ze over gewoon je zorgen uit. En mensen gaan ontkennen waarschijnlijk. En misschien is dat één keer ontkennen, maar hou het dan vervolgens open. Van joh, weet je, ik kan altijd bij je terecht. En zie je nog eens een keer zoiets. Probeer daar niet veroordelen, dat vooral. Niet zo, waarom ben je nooit alleen? Dat werkt niet, want dan ga je juist er tegenin. Maar vraag van, goh, hoe gaat het met je? Hoe is je relatie? Is het wat je ervan had voorgesteld? Probeer daar heel open over in gesprek te gaan, zodat iemand echt op verhaal kan komen. Ja, en even een vraag nog aanvullend. Maar wanneer is het dan echt huiselijk geweld? Wanneer kunnen we echt zeggen, dit is huiselijk geweld en dit niet? Als er sprake is van schelden, schreeuwen, vernederen, manipuleren. Als iemand zich niet vrij voelt. Het is heel erg lastig om dat heel erg zo te zeggen van nou, dit is huiselijk geweld of dit niet. Maar dat zijn allemaal gedragingen die gewoon niet oké zijn, zeg maar. Dan is het huiselijk geweld. Ja, en de slachtoffer definieert het zelf wel. Ja, dat vind ik een hele mooie aanvulling, ja. Ja. En waar ik nog wel iets meer op in wil gaan, is het activisme rondom deze thema's. Want ik sprak afgelopen zomer met een Argentijnse vrouw. En we hadden het over straatintimidatie en hoe mensen daar in Argentinië mee omgaan. En als het daar gebeurt, dan schreeuwt die vrouw. En dan komen de mensen gewoon vanuit de omgeving allemaal helpen. En dan spreken de dader daarop aan. En er is heel veel, het is gewoon heel normaal. Op deze manier is het dus ook een hele harde aanpak vanuit communities tegen daders en om slachtoffers te beschermen. En eigenlijk in Nederland, ik heb dus een paar maanden geleden nog straatintimidatie meegemaakt en ik schaamde me. Ik dacht, waarom heb ik me nou niet uitgesproken? Ik voelde me zo klein en uiteindelijk heb ik wel met mensen erover gehad. Maar ik zou er niet over nadenken om dan aangifte te gaan doen. Omdat ik dan denk, ja, maar is het zoiets kleins en misschien had ik zelf ook anders moeten gedragen of hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen daarover gaan praten en hier in Nederland? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te handelen, want het voorbeeld wat je geeft herken ik ook. Ik ben opgegroeid in Turkije en daar is het ook gangbaar. Dus als je op straat geïntimideerd wordt of iemand komt nog iets dichterbij je lopen, dan kun je dan wat Turks vrouwen doen is wat geleerd wordt al vanaf hun 11e of 10e. Je gaat gewoon schreeuwen. Gewoon flink kabaal maken. Dat is ook het organiseren van hulp. Hulp om je heen. Dus dan komen ook mannen je helpen. Dan komen ook vrouwen en ouderen komen je helpen. Die zien, hey, hier gebeurt iets. Deze gedrag is... dit willen we niet. Dit is de norm. Dus als het je overkomt... Ik heb het hier gewoon een flinke grote bek opzetten. En dan krijg je hulp. Dan komen andere omstanders vragen. Niet gelijk slaan of iets dergelijks. Dat was me wel duidelijk. In Turkije. Dat was de boodschap wat ik van andere vrouwen heb gekregen. En ik heb het ook zien werken. Maar ja, in de Nederlandse cultuur zijn we daar niet mee bekend dat dat zo is. We proberen zelf altijd alles op te lossen. Wat ook zo is, maar in dit soort dingen kunnen we best wel solidair zijn. Misschien moet je dan flink de discussie aangaan op dat moment. Hey joh, ik wil dit niet. Stop ermee. En ik denk, als je dat doet, denk ik
dat je best wel wat hulp kunt organiseren voor jezelf vanuit de omgeving. Dit is het meest makkelijke, zou ik zeggen. Want dat al het andere is veel ingewikkelder, terreinen waar we net over hadden. Als het achter de voordeur gebeurt, als het in privé situaties is. Maar in de openbare publieke ruimte zou ik zeggen van, kom op, laten we solidair zijn met elkaar. Daar waar het gebeurt, proberen op een verstandige manier op te treden. Ja. Ja. Een mooie campagne. Ja, precies. Ja. Ja, ik denk dat daar dan een flinke campagne op gevoerd moet worden voordat vrouwen dat echt gaan doen. En dat, nou, laten we het doen samen. Ja, ik ben ervoor. Mannen en vrouwen samen, hè? Zeker, mannen en vrouwen samen, absoluut. Ja. Hey, mag ik iets zeggen over discriminatie? Omdat dat komt ook voor in de Grevy-rapport. Dat het blijkt dat er veel meer moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat vrouwen met een migratieachtergrond, vrouwelijke asielzoekers en papierloze vrouwen, op dezelfde manier worden beschermd als vrouwelijke Nederlandse burgers. En Grevy is bezorgd dat er is tendens in de richting van een culturalisering van geweld, waarbij geweld tegen zwarte migranten en vluchtelingenvrouwen en andere schadelijke praktijken wordt gezien als een cultureel probleem. Maar dat de reactie op geweld tegen witte vrouwen die geen migrantenachtergrond hebben, is zien als genderneutraal. So, die versterkt de stereotype dat geweld tegen zwarte migranten en vluchtelingenvrouwen is een probleem dat voortkomt uit een gewelddadige collectieve cultuur en wordt gepleegd door zwarte migranten en vluchtelingenmannen. En dat kan ook sommige vormen van geweld maskeren. Wij weten uit onderzoek dat bijvoorbeeld dat vrouwen die een hoofddoek dragen vooral het doelwit zijn van blanke mannen. So, we moeten echt denken hoe wij alle vrouwen in onze maatschappij kunnen beschermen en helpen. En niet alleen maar zien dat het is een probleem van gewelddadige zwarte mannen, maar als het een probleem niet is in relatie met witte mensen, dan is het een probleem tussen twee gelijkwaardige mensen. Maar als het is tussen mensen met een migratieachtergrond, dat is een cultuurprobleem. So, dat is een echte racistische manier om naar mensen te kijken en die we moeten echt daarover denken. Mm-hmm. Ik vind het wel interessant wat je zegt, want ik had gisteren gaf ik in Den Haag een cursus aan een heel stel hulpverleners. Ja. En we hadden het ook over een cursus waarin ook persoonlijke ervaringen meegenomen worden van mensen. Ja. En werd mij heel erg duidelijk van dat ik weer met mijn wel met mijn witte bril gewoon heel erg naar een situatie zat te kijken. Naar, zij zei van bij ons werd het feit werd het als laf gezien als iemand zijn uithuwelijking niet volbracht. Dat werd helemaal niet als moedig gezien. Terwijl als Nederlander kijk je ernaar en zeg je, is super moedig dat je dat durft om daar niet mee door te gaan. Dus het is super interessant omdat, je hebt helemaal gelijk. Alle onderzoeken blijkt dat cultuur niet per se doorslaggevend gaat om het gebruiken van geweld. Er zijn allerlei andere factoren die wel gezamenlijk van invloed zijn. Maar het is wel belangrijk om gendersensitief te zijn in wat er nodig is om geweld te doorbreken. Of cultuursensitief te zijn in hoe je mensen bereikt om het geweld te kunnen doorbreken. Ja, maar dat leidt ook tot de idee dat hier in Nederland, daar hebben we niet dit soort van cultuur waar mannen meer macht hebben dan vrouwen en zo. So, wij willen dit part niet zien. We zien dat alleen bij in andere culturen, maar niet in onze eigen cultuur. En ook op hetzelfde onderwerp. Het verdrag van Istanbul is alleen in werking getreden in de Europese deel van Nederland, niet in de Caribische deel. En dat is ook iets we moeten ons vragen, waarom is er een zo'n onderscheid in behandeling van verschillende Nederlandse burgers?
Ja, Nevin, wat wil jij daarop reageren? Nou ja, op dat Caribisch deel, ja, dan, dat is mijn terrein. Dat hebben we wel aangekaart, hoor. Er vindt nu ook daar meer hulpverlening plaats en in het beleid wordt er meegekeken. Maar in de landen, Curaçao, Sint Maarten, ja, dat is dan, die zijn dan zelfstandig. Maar als het gaat om de eilanden, Saba, Bonaire, daar wordt wel het beleid op ontwikkeld, zeker. Maar toereikend is het niet, daar ben ik wel mee eens. En misschien kun jij ook nog even reageren op wat hiervoor werd gezegd, dat er heel veel racisme rondom geweld heerst. Zie je dat ook terug in de Tweede Kamer? Op welke manier daarover wordt gedebatteerd? Nee, dit punt van dat racisme, dat, we zijn nog heel erg bezig om de algemene lijnen goed te krijgen, eerlijk gezegd. En dit is ook een probleem als je daar verder kijkt naar, dit vindt zich meestal misschien in de vluchtelingenbeleid plaats of in die discussies. Maar we zijn heel erg nog met de algemene lijnen bezig. Willen we ook echt die specifieke groepen kunnen benoemen en daar ook aandacht voor vragen. Dus ja, dit hebben we nog niet echt op de agenda, dan, om eerlijk te zijn. Maar heb je er wel signalen zelf van gekregen dat dit speelt? Nee, nog niet. Oké. Okay. Ja. Ja. Het is ook echt iets nieuws wat ik nu hoor van ASA. Mm-hmm. Dus ik ga me er zeker in verdiepen. Ja, wat goed. Ja. Ja. Even kijken, we zijn inmiddels al lekker ruim een uur bezig. Op dit moment zijn er geen vragen meer uit het publiek. Maar stel die vooral, want we hebben nog ongeveer 20 minuutjes. Even kijken, we hebben eigenlijk al best wel veel onderwerpen die we wilden bespreken, hebben we besproken. Hebben jullie zelf op dit moment nog dingen waarvan je denkt, dit wil ik echt nog even gezegd hebben? Of een nieuw onderwerp nog, wat we nog niet hebben gehad? Ja, ik wil nog één ding zeggen over gegevensverzameling. Mm-hmm. Omdat er is geen nationale verzameling van gegevens over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, die uitgesplitst is naar gender of geslacht, waardoor er geen conclusies kunnen worden getrokken over het aantal klachten, welke maatregelen zijn genomen en of vervolgingen effectief zijn geweest. De politie en justitie zijn verplicht om gegevens te verzamelen, maar de vastlegging is inconsistent en onvolledig. En bijvoorbeeld intiem partnergeweld en huiselijk geweld worden geregistreerd met dezelfde code bij de politie, waardoor het onmogelijk is om onderscheid te maken tussen beiden. So, wat we nodig hebben is een gestandardiseerde gegevenscategorieën dat verplicht gebruikt moet zijn door de wetshandhavingsinstanties, de justitie en alle andere relevante actoren over het geslacht en de leeftijd van de slachtoffer en de dader, hun relatie, de type van geweld en de geografische locatie. Dan kunnen we echt zien wat gebeurt. En dat kunnen we niet nu. Ja, dus eigenlijk komen we heel erg terug bij dat het dus helemaal niet gendergerelateerd wordt benaderd hier in Nederland. Ja. En dat we dus ook in de dataverzameling daar al begint. Met dat we het wacht in het gender van het slachtoffer en de dader. Ja, de monitoring is ook een probleem inderdaad, zoals je het aangeeft. Dat is zeker waar. Dat komen we ook tegen in onze nota waar we nu mee bezig zijn over psychisch geweld, daar wordt helemaal niet op geregistreerd. Dus dan moet je eigenlijk al beginnen om die hele systemen daarop in te richten. En welk ministerie is daar echt tijd voor een nationale coördinator. Ja, want welk ministerie is op dit moment daar verantwoordelijk voor? Als je specifiek hebt over de dataverzameling, bijvoorbeeld door de politie? Politie? Ja, precies. Justitie. Dat maakt het ook zo verschrikkelijk ingewikkeld, lijkt me, ook voor de politiek. Omdat het op zoveel verschillende terreinen gewoon speelt. Kijk, want je hebt inderdaad te maken ook met emancipatie. Je hebt te maken met de volksgezondheid. Je hebt te maken met justitie. Welke domeinen heb je nog meer? Nee, ik denk dat je bijna bij elke ministerie... Het gemeente ook. Ja. Dus je bijna overal wel gewoon iets nodig hebt om die aanpak van dat geweld nou eens een keer echt tegen te kunnen gaan. Ja. Dus een nationaal coördinator, kom maar op. Nationale coördinator. Ja, precies. Dat is wel echt een van de speerpunten die hier in de staat. Wij gaan campagne voeren. Zeker, gaan we doen. Dan hebben ze nog een vraag van Sun. Ik zal hem even helemaal voorlezen.
Naar mijn mening zouden vrouwen onderling ook meer solidair mogen zijn door elkaar, naast elkaar te gaan staan en naast het slachtoffer te gaan staan. Wanneer een vrouw te maken krijgt met seksueel geweld, wordt te vaak een vraag bij de vrouw neergelegd. Wat had zij kunnen doen om dit te voorkomen? Heeft zij bepaald gedrag uitgelokt of niet duidelijk genoeg nee gezegd? Geen nee zeggen is niet automatisch een ja. Wanneer een vrouw het lef heeft om naar voren te stappen en te zeggen, ik ben het slachtoffer van seksueel geweld, laten wij dan naast het slachtoffer gaan staan, door haar op het woord te geloven. Wat vinden jullie hiervan en hoe gaan we ervoor zorgen dat wij vrouwen ons hier duidelijk in kunnen uitspreken en slachtoffers kunnen steunen? Hele mooie vraag, dankjewel Sim. Ja, nou ja, als een vrouw iets overkomt, dan is het, behandel haar als je zuster, zou ik zeggen. En wees ook een zuster voor haar. Dus ze is gelijkwaardig. We zijn allemaal gelijkwaardig. Het is haar iets ernstigs overkomen. En je zou haar willen helpen. Dus laten we het op die manier benaderen. En niet van... Want het kan iedereen overkomen, hè? Dat kunnen we allemaal overkomen. Het is niet zoiets dat je ten alle tijde beschermd voor zoiets bent. Dus in je leven kan het... Op verschillende terreinen kan het je overkomen. Dus daarom denk ik echt veel meer sisterhood. Ja. Ja, en ook zeker het verankeren, denk ik, in de wet. Hè? Dus dat je geen ja, dat het ook nee is. Dat staat dus ook in het verkiezingsprogramma, dat echt wettelijk ook aangepast moet worden. Ja, zeker. Ja. En volgens mij hebben veel meer partijen dat in het verkiezingsprogramma echt zo duidelijk staat. Ik weet in ieder geval van bij ENE en van GroenLinks dat het er heel expliciet in staat. Dan gaan we sowieso... Ja, weet je, het ingewikkelder is, zeker als je het hebt over slachtoffers van seksueel geweld, daarvan is heel erg bekend dat victim blaming, hè, het slachtoffer de schuld geven, wat je daarmee doet, dat het trauma echt nog weer dubbel zo erg maakt. En dat moet je beseffen. Op het moment dat iemand naar jou toe komt en jou in vertrouwen neemt, dan ga je er allereerst van uit dat iemand gewoon hulp nodig heeft. En ja, het is niet aan jou om daar een oordeel over te hebben. Behalve dat iemand gewoon hulp en steun nodig heeft. En dat vinden we super lastig. Omdat we toch denken van ja, wat als het niet waar is, dan beschuldigen we iemand onterecht en blablabla. Maar als jij het slachtoffer beschuldigt door dus zo te doen, dan traumatiseer je iemand verder voor de rest van zijn leven. En dat besef moeten mensen gaan krijgen. Ja, mooi gezegd, Kirsten. Ja, absoluut. We moeten werken met normen en waarderingen. Het is leren dat er is geen schaamte om slachtoffer van geweld of seksueel geweld te zijn. De schaamte ligt bij de dader, bij de pleger. En wij moeten open erover kunnen zijn en dat de schaamte moet echt liggen bij de pleger. Mm-hmm. Ja, mooie aanvulling. En dan is er een vraag van Eva. Kunnen wij als burgers nog iets doen om de aanstelling van de Nationaal Coördinator te versnellen? Zijn er petities of andere zaken om onze stem te laten horen en dat dit zo hard nodig is? Ik ben er in ieder geval voor in. Steun is altijd welkom, denk ik, hè, Nevin? Ja, heel erg. Ik ben dol op petities. Dus ik neem ze graag in ontvangst. Dat is ook een mooi moment om aan te kaarten en in de picture met het onderwerp te komen. Alle maatschappelijke steun om dit probleem op te lossen en te komen tot zo'n nationale coördinator, omarming. Ja, wat goed. Ja, dus wellicht kan Femnet gewoon zo'n petitie starten. Ja. Zeker. Ja, nou, dat kan. Ja, wij hebben wel erover gehad ook met UN Women. En ja, nu dit jaar in november kwam de petitie voor de meldpunten dat Nevin heeft gekregen. Maar wij willen ook iets groot doen over nationale coördinators. Dus misschien kunnen wij meerdere organisaties samen werken erover een grote petitie te doen. En ook samen, ook bij het schrijven in de grote kranten. En er moet informatie komen. Buiten de petitie, omdat petities gaat vaak door mensen die denken een beetje als ons, maar als je wil mensen bereiken die niet in je bubbel zit, dan moet je ook erover schrijven of praten op platforms die niet je gewone platforms zijn. Mm.
Zo, ja, misschien een grote ding samen te schrijven en plaatsen in de Telegraaf of zoiets. Ja. Ja, en misschien ook tijdens de Women's March daar juist extra aandacht voor vragen middels een bepaalde campagne. Dus dat we dat soort dingen mee samenvallen, waardoor het echt zichtbaar wordt. 7 of 8 maart, de echte demonstratie, de manifestatie in Amsterdam. Ja, het is Internationale Vrouwendag, dus dat zou wel. Vrouwendag, ja. Ja, precies. Ja. Maar ik weet even niet of dat dan de weekend, want die valt volgens mij op maandag. Dus volgens mij is dan die zondag daarvoor. Ja, misschien moeten we spandoekjes of zo maken met... Ja, precies. Wij hebben een nationale coördinator. Ja, precies. Nou, we gaan in ieder geval met Femnet ermee aan de slag. Ja. Mooi. En mag ik ook zeggen dat alle mensen die nu kijken erop, zoals jullie willen meedoen in Femnet, dan graag. Hè? Wij hebben meer mensen nodig. Oh. En moeten mensen mailen om daar mee te doen? Ja, natuurlijk. En jullie kunnen ook terecht naar de website. Ja, jullie kunnen alleen maar zoeken op Femnet, GroenLinks Femnet. En dan vinden jullie de website en dan een mail sturen. Oh. Ja. Oké, op dit moment hebben we geen vragen meer. Zijn er nog bepaalde dingen die we nog moeten bespreken voordat we het af gaan ronden? Volgens mij hebben we heel veel dingen al genoemd. Ja. Ja. En alle oplossingen al bedacht. Dus ik denk dat wij heel ver zijn. Nog een heel links-progressief kabinet dat feministisch is. Nu zie ik dat de website is femnet.groenlinks.nl. Ja. En daardoor kunnen jullie ons een mail sturen en meedoen. Yes. Ja. Goed. Nou, dan gaan we denk ik bij deze afronden. Heel erg bedankt voor jullie, dat jullie er waren. Kirsten, Ossa en Nevin. En we gaan er zeker heel veel werk van maken. En ik denk dat iedereen die heeft gekeken zich nu nog betrokkener voelt bij de aanpak van geweld tegen vrouwen. En we moeten erover blijven praten. Als vrouwen onder elkaar, maar zeker ook met mannen. En mannen-emancipatie absoluut centraal stellen ook in de aanpak van huiselijk geweld. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. Nou, dan wens ik jullie nog een hele fijne avond. En we hopen dat jullie de volgende keer weer kijken naar de achterban. Dank jullie wel. Het was een heel mooi gesprek. Ja. Dank jullie wel. Fijne avond. Fijne avond.